Dus ik ben nu bezig met de kastjes en het keukenblok. Je ziet dat mijn PMD-zakken staan al buiten. Ik denk trouwens niet. Nee, ze staan gewoon nog buiten. Ze zijn nog niet opgehaald. Dat is de volgende stap. Maar ze komen er vandaag wel om. Of toch, mijn buur denkt in elk geval ook dat ze er vandaag om komen. En de app die ik gebruik ook. Dus, dat is het keukenblok dat ik aan het afwerken ben nu. Dus dat is 45 breed. En wacht, wat was de lengte? Ja, ik heb een volledige plank als lengte gebruikt. Het is 1,22 meter. Zo. Maar je ziet hier aan dat verschil. Dat verdwijnt eigenlijk nog onder de bedden. Dus dat gaat hier daaronder komen te zitten. En het is nog volledig niet ingericht. Dus dit stuk gaat moeilijk bereikbaar zijn. Omwille van de bed die erboven staat. Ik denk dat ik daar de batterij en de elektriciteit onder plaats. En dan hier moet onder andere bidons komen voor het water. Maar dat is het een beetje, denk ik. Veel meer dan dat moet er niet komen. Ik heb nog, kijk, dus de twee lattenbodems liggen er goed in. Of op. En, wacht, ik zal even langs. Dus daar komt, waar die dingen liggen, daar komen nog allemaal kasten. Die maak ik straks. Ik ga heel even snel de achterkant laten zien, want daar zie je de kastjes, is beter. Dus dat zijn de kastjes die ik van achter gemaakt heb. Dus hier kun je van stoeltjes in kwijt onder andere. Het zit allemaal vast in de zijkant. Lattenbodems kun je niet opschuiven. Hier komt er nog een plankje ter afwerking over. Hier komen er laden in, die je naar hier kunt toetrekken. Hier kan ik laden gebruiken, omdat als die deur dicht is, zo, dan kunnen die laden nergens naartoe. Dus ik kan die niet openvallen. Elders ga ik van die schuifdeurtjes gebruiken. Hier hetzelfde. Dat is eigenlijk de originele breedte, maar ik heb die aan de andere kant. Ja, dat moet ik hier gewoon nog verbinden. Aan de andere kant heb ik die... 4 centimeter was het, ja, 4 centimeter of zo ingekort. En nu past onze klaptafel daar perfect tussen. Dat balkje is omdat het zou glijden, want dat materiaal hier is anti-slip dus. Ik zal nog wel een stukje filmen als dat keukenblok er volledig in zit. Dus, het zijn allemaal koude verbindingen. En allemaal voorlopig gewoon vastgeschroefd. Daardoor ook trouwens dat ik van dat volume heb ik dus gewoon heel gemakkelijk 5 cm kunnen, of 4 cm kunnen van afzagen. Door een paar vijzigjes er los te maken. De plankjes in te korten. En we waren er al. Ja, met dan de bedden hier nu opkomen te liggen, is dat hier eigenlijk dicht. Ik dacht eerst nog van dat te laten doorlopen. En het oorspronkelijke idee was dat hier... doorlopend en had je dus hier een opbergruimte en kon je dan van bovenaf, als de bedden terug in de lengte komen te staan, kun je dan van bovenaf daar het ding in leggen. Maar daarvoor moet je de bedden dus in de lengte nemen, dan heb je genoeg over aan die kant. Nu staat het keukenblok op zijn plaats. Het lijkt wel groot. Ik moet rekenen dat er hier nog een... hier komt er nog... Zo'n stoel komt hier nog naast. Dus die doorhang wordt wat smal. Vooral eigenlijk omdat je... Ja, dus ik moet hier... Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Dan moet ik hem even uithalen. Kan ik eventueel wel uitvrezen. Het is maar een klein stukje. Dat hem helemaal plat staat. Maar dan, ik weet niet of je dat kunt zien hier. Zie je, heb ik nog zoveel over. Een goede vinger. Omdat er daar voor het slot een twas zit. Dus misschien moet ik dat er ook uitzagen. Zodat ik helemaal hier tegen kan staan. Want kan eigenlijk dat eiland, dat keukenblok, kan ik niet veel smaller maken dan 45. Omdat die kookplaat daarop moet ongeveer
die afmeting is. Hier kun je dat zien. Dus dat is ook 45 en je ziet, ik heb niet veel over aan de zijkanten. Ik kan er nog een beetje van afdoen. Dat is nog een optie.